Even kijken naar de samenvatting van de dag. Met de ontsnapping van de dag met Van Goetem en Kenneth van Bilze. Twee heren ook met Leemans en Geuns uit de ploeg van Pauwelshausen. We reden van Knokke-Heist richting Zuidwest-Vlaanderen. Kwamen onder de Menepoor door in Ieper. De maximale voorsprong van die vier bedroeg ongeveer een minuut of vijf. Maar onder commando onder meer van de Lotto's werd in eerste instantie Geuns opgegeten. En nadien ook de andere, met onder meer de leider in de klassering voor de strijdlust. De man in het groen, Kenneth van Bilze, die samen met Leemans het langst aandrong. Dan kwam de opeenvolging van drie heuveltjes met vooral de Kemmelberg. Waar het de mannen uit het klassement waren, met Van der Poel en co. En Wout van Aert en Philippe Gilbert en Thies Benoot, die doortrokken. Er ontstond een grote kopgroep van een man of 6-27. Te groot, want er hingen elementen aan te bengelen die niet wilden meedoen. Misschien ook niet konden meedoen. Er waren intussen al wat scheurtjes in het peloton ontstaan. Jan Bakelands zat initieel mee vooraan, maar moest ook laten begaan. Misschien nog een beetje naweeën van zijn hoogtestage. Uiteindelijk kregen we dan de kopgroep van de beslissing met een man of 13. Met alle grote namen. Behalve de leider, Brian Coquard. Hij had de boot gemist. We gingen naar de gouden kilometer. Daar werden seconden genomen door Gilbert, maar ook door Jelle van Endert. Die dat slim bekeek. En dan gingen we sprinten op de weg van het WK. Zoals die hier nog bekend staat in Moorsleden. Van Aert ging aan, van ver. Remonte van Mathieu van der Poel. En die kon de Belgische kampioen Philippe Gilbert netjes afhouden. En hij won op toch wel mooie wijze deze etappe in de sprint. Met het shirt half open geritst. En de vreugde en deze beelden die spreken boekdelen. Een beetje paars, een beetje wit, een beetje rood in de helm. En de verbeten slag met de rechterarm. Van vreugde